Het is in Photoshop niet al te lastig om een foto te maken waar iemand meerdere keren op staat. En in dit geval heb ik dat zelf even gedaan. Ik heb de foto's gemaakt op een statief en met een zelfontspanner. En iedere keer als ik dan op de knop drukte, nam ik een positie aan bij of op het bankje. En dat resulteerde in deze vier foto's. En die gaan we dus in Photoshop samenvoegen tot één foto waar ik vier keer op sta. Ga je dit doen? Maak de foto's inderdaad echt vanaf statief. Want het is belangrijk dat de foto's eigenlijk nagenoeg hetzelfde zijn. Om te beginnen selecteer je ze allemaal. En dat doe je gewoon met de combinatie Ctrl A. Nu is het de bedoeling dat we ze naar Photoshop gaan transporteren en dat we een document maken met daarin alle foto's als een losse laag. En dat is iets wat vanuit Bridge gewoon geautomatiseerd kan. Dat kan hierboven bij Extra Photoshop. En bestanden laden in Photoshop lagen. Je drukt daarop en vervolgens gaat Photoshop aan de slag. Het maakt een nieuw document aan en daarin zet het alle lagen even boven elkaar. En dat zie je ook aan de rechterkant. Natuurlijk hebben ze allemaal gewoon de originele bestandsbenaming. Zoals ik eerder al vermeldde, heb ik dit gedaan vanaf statief. Maar door het drukken op de knop van de camera kan het toch zijn dat het allemaal net een hele kleine fractie verschoven is. En Photoshop heeft de mogelijkheid om dat allemaal gewoon weer netjes recht te zetten. Dat doe je door alle lagen te selecteren. In dit geval is de bovenste actief. Dus als ik de Shift ingedrukt hou en ik klik op de onderste, dan heb ik daarmee alle lagen geselecteerd. En ik kan ze uitlijnen door boven bij Bewerken, Lagen automatisch uitlijnen te selecteren. Dan krijg ik dit. Je hoeft hier op zich niet moeilijk over te doen. Links bovenin zit een stand automatisch en die werkt 99 van de 100 keer gewoon goed. Dus dat laat je aanstaan en je klikt op OK. Photoshop gaat nu een klein beetje kijken en je ziet dat het toch een klein beetje geschoven is. Aan de linkerkant is een heel klein randje ontstaan en dat komt omdat foto's een beetje verplaatst zijn. Nu is het dus de bedoeling dat ik overblijf op iedere laag en dat de onderste laag als basislaag gaat dienen. Ik selecteer gewoon de bovenste laag en daar maak je een masker bij. En dat masker dat zit hieronder. En je ziet dat er dan een klein wit vierkantje naast komt. Nu selecteer je een kwast en ga je gewoon met zwarte kleur over jezelf heen verven in dat masker. En je ziet dat ik als sneeuw voor de zon verdwijn. Het masker bepaalt wat er aanstaat en wat er uitstaat in de foto. Als ik bijvoorbeeld alleen deze laag wil laten zien, dan houd ik de alt ingedrukt en klik ik op het oogje voor de laag. En dan zie je dus dat ik verdwenen ben uit deze laag. En dat ben ik eigenlijk niet echt. Ik heb mezelf niet weggegumpt, ik ben alleen verborgen door het masker. Dus als je het masker selecteert, gewoon door erop te klikken en je drukt op Ctrl-I, dan keer je het masker om. En dan zie je dat ik er zelf nog wel ben. En de rest van de foto is dus weg. Leg ik er nu de onderliggende laag bij aan, dan zie je dat ik daar opeens ook in tevoorschijn kom. Ik sta nu dus al twee keer op de foto. Nou, deze stappen moet je gewoon nog even herhalen. Dus je maakt een laagmasker aan en je veegt jezelf op die laag weg. En je keert vervolgens het masker om. En met de onderliggende laag doe je nog een keer hetzelfde. En ook daar keer je hem om. En als je dan de onderste laag aan hebt staan, dan heb je. Eén foto van één bankje met mijzelf daar vier keer op. Vervolgens kun je hem nog opnieuw uitsnijden. En maak je van alle foto's weer gewoon één nieuwe laag door uh, met rechts op één van de lagen te klikken. En dan te kiezen voor één laag maken. En je ziet dan, je krijgt gewoon de laag achtergrond weer met het slotje. En je kunt hem nu bijvoorbeeld opslaan als een JPEG. Of je kunt er nog een hoop andere bewerkingen aan doen, net nagelang wat je zelf wil. In ieder geval weer bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei, doei.